Wat is je favoriete kleur? Blauw, zei Anna. Behalve op dagen dat het rood of geel is. Het slechte nieuws is dat de persoonlijkheidstests bestaan op basis van kleur. Ben je dominant, dan ben je rood. Ben je conscientieus, dan ben je blauw. Stabiel, groen en initiatiefrijk, geel. Websites staan vol met deze bedriegelijk overzichtelijke gedragstypes waarbij mensen zichzelf lekker in een hokje kunnen stoppen. Een horoscoop is er niks bij. De koppeling van persoonlijkheid aan kleuren doet denken aan de omvangrijke fenomenologische kleurentheorie van de Duitse schrijver Goethe, die in de kleuren zijn eigen wereldbeeld weerspiegeld zag en de theorieën van Newton terzijde schoof. De nieuwe roman De Kleuren van Anna van Sander Kollaert, het eerste boek na zijn prijswinnende Uit het leven van een hond, bevat 4 hoofdstukken met als titels de kleuren rood, geel, blauw en groen. En ook Goethe als naïeve kleurenfluisteraar komt ter sprake. In zijn Leer der kleuren schrijft Goethe dat geel van alle kleuren het dichtst bij het licht zelf staat. Dat geeft haar een uitgesproken karakter. In haar zuiverste vorm is ze vrolijk, levendig en opbeurend. Het oog verheugt zich, het hart zwelt en het gemoed wordt opgetild. In De Kleuren van Anna is een verteller aan het woord die door Anna, een overleden vriendin, Stefans Schrijvertje, werd genoemd. Het speelt zich af in Zweden en bestrijkt een heel jaar. Hij denkt terug aan deze Anna die hem op de kleuren in de wereld wees. Dankzij jou ben ik het gaan zien, Anna, zei ik. Kleur. Als je er eenmaal op let, is er veel kleur in de wereld. Wie de wereld wil begrijpen, zal kleur moeten begrijpen. Dat lijkt me een tikje overdreven, zei ze. Maar ik begrijp je punt. Zo krijgen we als lezer regelmatig een heel spectrum te zien van de kleuren rood, geel, blauw en groen. Of waar deze kleuren aan worden gekoppeld. Zoals rood aan woede, tot aan een overkill aan kleuren groen van een verffabrikant. Kollaert lijkt in het boek verder te gaan waar hij met zijn vorige romans was gebleven. Ook in dit boek zijn er personages die met de hond gaan wandelen en er is iemand aan kanker overleden. Er zijn regelmatig herhalingen, terugkerende ideeën en er wordt de nadruk gelegd op het vertellen van verhalen. Zo maakt zijn verteller een koppeling tussen schrijven, suspension of disbelief en macht. Zo bezien is macht een vorm van literatuur. Machthebbers vertellen een verhaal en gebruiken vertrouwde technieken zoals retoriek, drama, conflict, intrige, loutering en afronding. Net zoals in de literatuur wordt het grondwerk gelegd door de suspension of disbelief, het opschorten van ongeloof. Met andere woorden, machthebbers beperken zich tot enkele kleuren en vermijden om het andere deel van het spectrum te laten zien. Het enige spectrum dat ze laten zien is de variatie aan technieken om corrupt te zijn. Terwijl schrijvers staan te popelen om hun verhaal en macht te niet te doen. Eén verhaal is ze wezensvreemd en met het beëindigen van het huidige kunnen ze weer een nieuw verhaal beginnen. Bij De Kleuren van Anna kun je je afvragen of Kollaert überhaupt aan een verhaal begint. Constant zijn er zijstapjes, associaties, weetjes, metamorfoses, beschouwingen en het verhaal rondom Anna is niet meer dan een kapstok om het verhaal prismatisch op te breken. Zo lijkt Anna te geloven dat er werkelijk ooit ene Gregor in een kever is veranderd, want dat heeft haar oud-oom, een veellezer en een rechter, haar ooit verteld. Gevalletje dat heb gestaan op Facebook. Als de verteller haar vervolgens op het verhaal van Kafka wijst, reageert ze dat het misschien wel fictie kan zijn, maar dat het daarom nog geen onzin is. En dat lijkt ook de insteek van Kollaert. Het boek doet niet heel erg zijn best voor die suspension of disbelief. Het laat de macht gaan. Maar daarom, althans in de woorden van Anna, is het nog geen onzin. Dus is dit boek geen kleurenleer of een beschrijving van wat kleuren zouden moeten zijn of moeten doen. Maar het is een exercitie in het opzoeken van het spectrum. En daarom staat het ook vol met opsommingen die soms niet eens worden afgemaakt. Wat de suggestie wekt dat er een oneindigheid is. Zoals een verffabrikant honderden mogelijke kleuren groen op de markt brengt, zo kunnen wij mensen op zoek naar de vele varianten van de verhalen om ons heen. En hoe confronterend dat kan zijn, wordt duidelijk wanneer de verteller heel trots aan Anna vertelt dat hij allemaal rotzooi op het strand heeft gefotografeerd. Een oranje stuk touw, half verzonken in het vlakke zand, een kroonvormig stuk plastic, geel, vastgeraakt in een flauw zandbank waarin de sporen van het terugtrekkende water nog zichtbaar waren. Een turquoise stuk rubberslang, verstrikt met een pluk olijfgroen wier. En onderaan de klif in een holte van zo'n tot spelbord geslepen rots een door zon en zeewater gebleekt bad-eendje.
De verteller was zelf overweldigd door de schoonheid van het zwerfvuil. Maar Anna legt hem voor dat hij niet heeft nagedacht. En dat hij de kans heeft laten liggen om die rotzooi op te ruimen. Om hem vervolgens het hele spectrum voor te leggen wat hij nog meer had kunnen doen. En zo had hij een begin kunnen maken met de oplossing van het wereldwijde probleem van het zwerfafval. Clean up, clean up, clean up trash. Een belangrijk personage naast Anna is Zilan, een Koerdische vluchteling die gaandeweg het boek spraakzamer lijkt te worden. Het resultaat was dat haar verhaal, ondanks de accenten, de uitglijders bij bepaalde klanken en de exotische melodietjes zo helder klonk dat de vage voorstelling die ik van de verre oorlog had steeds meer kleur kreeg. En dus meer betekenis. De gedachte dat taal je beeld en je visie kan kleuren, zoals in dit fragment, sluit aan op het idee dat je het hele spectrum moet bekijken. Meer betekenis betekent meer kleur. Toch staat even verderop in de tekst het tegenstrijdige idee dat kleur juist losstaat van betekenis. Kleur houdt ons op afstand van de taal en dus van concepten en definities en dus van interpretatie en betekenis en dus van cliché en vooringenomenheid. Kleur reinigt de waarneming. Kijk naar ons, zegt kleur. Gewoon kijken. Zonder al die woorden. Zonder dat eeuwige verhaal van je. Goethe riep in zijn Farbeleren op om niet alleen te lezen over kleuren of om ze te bestuderen, maar dat kleuren vooral ook gedaan moeten worden. Wil het genoten worden, dan moet je de natuur werkelijk of in levendige fantasie voor ogen hebben. En bij Colluyt kan het dus twee kanten op. Een verhaal levert kleur, meer betekenis. Er komt kleur tevoorschijn. Maar als we op kleur letten, dan hoeft er niet per se een verhaal te zijn. Maar we kunnen nooit het hele spectrum zien, althans niet in één keer. Zo krijgt het beeld van Anna na haar overlijden een andere invulling als Zilan een droom vindt en spullen van Molotov cocktails en een administratie van aanslagen. Anna bleek een ecoterroriste te zijn, tot ieders verbazing. En daarmee krijgt haar uitspraak dat een dode boom meer waard is dan een levende, een diepere betekenis. Of kleur. Collard heeft tot slot van deze roman een hoogst actuele roman gemaakt. De coronapandemie speelt een rol en met een hoest in de kom van haar arm wordt gesuggereerd dat de bejaarde Anna een COVID-slachtoffer is. De aanwezigheid van Zilan betrekt het vluchtelingendebat en de oorlog in Syrië erbij. Daarnaast gaat het over de verkiezing van Joe Biden. De aandacht voor het magnetismeverhaal rondom vaccinaties van een Amerikaanse verpleegster. De kersttoespraak van Willem-Alexander. En de kekke truien van de IJslandse inzending op het Eurovisie Songfestival. Op de laatste pagina's, een jaar na het overlijden van Anna, staat een klassieke postmoderne opzet. Namelijk dat de verteller op zijn idee komt om een boek te schrijven dat je zojuist hebt gelezen. Zilan, zei ik toen ze uitgezongen was, ik denk dat ik een nieuw boek ga schrijven. Goed zo, schrijvertje, zei ze, nog altijd wiegend. Waar gaat het over? Over kleur. Welke kleur? Ik bedoel kleur als categorie. Vervolgens brengt een veld vol klaprozen, die jij een keer eerder had gezien, hem bij de kleur waarmee hij gaat beginnen. Hoe prettig Collard ook schrijft en de fijne ideeën en de beetjes die hij aandraagt, daar is de kleuren van Anna te weinig een verhaal om te beklijven. En om in de metafoor te blijven, er blijft te weinig kleur als in betekenis of een gedachte hangen. Dit boek bestaat wat dat betreft uit kleuren die best wel prettig zijn om naar te kijken en heel vermakelijk zelfs. Maar waar de personages werden verrast en begeesterd door het terrorisme van Anna, daar kabbelt de lezer rustig verder naar het einde van het boek met het gevoel dat hij zeker niet het hele spectrum heeft gezien. Thank you.